Ik ben koningsgezind dus. Lang leven de monarchie? Nee. Lang leven het koninkrijk. Er komt in Dordrecht een standbeeld van Willem van Oranje. Maar niet als het aan jou of jullie ligt. Wat is er aan de hand? Dat klopt. Als het aan 825 Dordtenaren ligt, komt dat beeld er absoluut niet. Want Dordrecht is de stad van Johan en Cornelis de Wit. We waren altijd tegen het Oranjehuis. We hebben gestreden voor een ander Nederland. En dat moeten we in ere houden. Dus daarom zijn wij er tegen dat er een beeld komt van iemand van het Oranjehuis in Dordrecht. Ik vind het een uitstekend idee. Ik vind eerlijk gezegd dat met name van Willem van Oranje eigenlijk in iedere stad toch wel een standbeeld mag staan. Want hij staat notabene aan, zeg maar, aan het begin van ons land. Jij hebt goed opgelet tijdens de geschiedenis. Of zit het zo diep in het Dordrechtse DNA? Dat zit absoluut in het Dordtse DNA. Je kent FC Dordrecht, Barcelona van de Lage Landen. Die heeft net een nieuw clubsjaal en daar staat ook Republiek Dordrecht op. Dus het zit echt in het DNA van de Dordtse eilandbewoners. En als Oranje speelt, zing je dan nog wel het Wilhelmus? Ja, natuurlijk zijn we ook voor Nederland. We zijn ook niet tegen Willem van Oranje, maar we zijn voor Johan en Cornelis. En een beeld van Willem van Oranje mag absoluut, maar zet dat vooral in Zwijndrecht neer, maar niet in Dordrecht. Nou, ik denk dat Oranje niet zo gevoelig ligt in Dordrecht. Maar wij zijn een stad waarbij de gebroeders de Wit altijd zeg maar, de eerste viool gespeeld hebben, ook in herdenkingen en zo. En nu komt er een tweede bij, dat is Willem van Oranje. Ik denk dat er weinig mensen zijn die een probleem hebben met Willem. Willem van Oranje wordt ook wel door veel mensen als een held gezien, maar niet door jullie dus. Nee, kijk, tuurlijk, het is de vader des vaderlands. Moeten we ook in dat verhaal moet verteld worden. Zo is het nu eenmaal gegaan. Maar in Dordrecht vertellen we het verhaal van Johan en Cornelis de Wit. En nu heb je een petitie gestart. Hoe gaat die petitie? Ja, dat gaat ontzettend goed. We moesten 300 handtekeningen ophalen om het op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Die hadden we binnen 48 uur en het gaat nu maar door. 825 handtekeningen. Dus we hebben duidelijk laten merken van dit beeld willen we absoluut niet in Dordt. Er is een plan om Willem van Oranje hier te plaatsen als standbeeld. Wat vindt u daarvan? Geen goede zaak. Nee, waarom niet? Ja, die hebben toch gezorgd dat de gebroeders de Wit dat ten einde hebben. Dat ze dat niet overleefd hebben. Ze willen hier een standbeeld van Willem van Oranje plaatsen in Dordrecht. Wat vindt u daarvan? Grootrijk. Ja. Ik ben koningsgezind dus. Lang leven de monarchie? Nee. Lang leven het koninkrijk. Nou, ik denk wel dat dit dat verdiend heeft. Willem van Oranje. Ja, ja, dat denk ik. Ja, hij zal ook wel eens iets gedaan hebben wat niet helemaal goed was. Maar wie doet dat niet, hè? Zijn opdracht zijn die mensen vreselijk vermoord. Ze zijn dus waren gewoon in stukken gesneden. Ze zijn gelinst. Nou, dan hoeft hij wel van mij niet in standbeeld te komen. U zegt eigenlijk de Oranjes die... die... Ja, dat zijn geen regel aan de reis, hoor. Nee. Maar dit vind ik absurd, dat hoeft niet. Maar de Oranjes en Willem van Oranje indirect heeft er wel voor gezorgd dat de Dordrechtse gebroeders, de Wit, zijn vermoord, in stukken zijn gesneden. Voor gezorgd? Ja, dat weet ik. Ik ben niet zo thuis in de geschiedenis. Nee. Maar als dat waar is, dan vind ik dat heel erg, want dat is had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Hè? Nee. Dus, nee. Omdat zij eigenlijk tegen het koningshuis waren, destijds? Ja, want ze zijn echt in stukken gesneden. Ja. Die Oranjes waren niet bepaald zachthandig, hè? We waren niet van die beste. Ja, verandert dat de zaak voor u? Ja, joh. Maar moeilijk hoor. Nou, er zijn ook wel mensen... Mijn hoeft een standbeeld in te komen, want dat gaat natuurlijk met heel veel kosten gepaard. Ja. Ja. Gaat u de petitie tekenen die nu rondgaat tegen de plaatsing van dit standbeeld? Ja, dat zouden wij wel doen. En hoeveel handtekeningen zouden er nodig zijn om te zorgen dat dat standbeeld daar ook niet komt? Ja, dat is afhankelijk van wat de gemeenteraad nu gaat zeggen. We hebben de gemeenteraad gevraagd van, willen jullie voor of tegen stemmen tegen dat beeld? En mocht dat dan toch doorgaan, dan zouden we eventueel een referendum kunnen starten. Maar dan moeten we 5000 handtekeningen ophalen en dat wordt nog wel een flinke klus. Wat zouden de gebroeders de Wit hiervan hebben gevonden? Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik hoop dat ze inzien dat we inderdaad voor onze Dordtse broeders staan. En dat ze dat wel kunnen waarderen. Zouden die zich omdraaien in hun graf, denk je? Nou, dat gaat wat lastig, omdat ze helemaal uit elkaar getrokken zijn in Den Haag.